Mijn masterscriptie ging over het werk van Belgische verpleegsters tijdens de Eerste Wereldoorlog. En de motivatie om dat onderwerp aan te pakken was de vaststelling dat zeer vaak beweerd wordt dat er tijdens de Eerste Wereldoorlog eigenlijk geen Belgische verpleegsters actief waren, dat het vooral buitenlandse verpleegsters waren. En dat wou ik onderzoeken of die bewering al dan niet klopt. Waren er Belgische verpleegsters? En als zij er waren, wat deden zij dan? En op die manier wou ik eigenlijk een stem geven aan een onbekende groep in de geschiedschrijving van de Eerste Wereldoorlog. Een belangrijke bron voor mijn scriptie waren zogenaamde ego-documenten. Dagboeken, er zijn er jammer genoeg niet veel, maar een zeer belangrijk was het dagboek van Jeanne Lelouis. Dat is een Brusselse verpleegster die de hele Eerste Wereldoorlog in hospitalen heeft gewerkt en die dag na dag notities daarvan heeft bijgehouden en die na de oorlog heeft gepubliceerd. Daarnaast heb ik kunnen beroep doen op de archieven van de verschillende verpleegstersopleidingen die al voor de oorlog waren gestart. En heb ik ook voor het eerst de dossiers, de militaire dossiers van de Belgische verpleegsters kunnen raadplegen. Waarom militaire dossiers? Omdat de verpleegsters tijdens de Eerste Wereldoorlog ook werden gemilitariseerd. Uit mijn scriptie blijkt dat er voor en tijdens de oorlog meer dan 6000 Belgische verpleegsters zijn opgeleid, waarvan er minstens 800 in de fronthospitalen zijn terechtgekomen. Nu, wat deden die daar dan in die hospitalen? Die pasten een aantal nieuwe technieken toe, zoals radiografie, zoals fotosmetting, technieken die ze nog nooit tijdens hun opleiding hadden gezien. En dat was een hele uitdaging, maar in de praktijk blijkt dat ze daar echt zeer goed mee omgingen. Wat de beeldvorming betreft, is het ook toch wel opmerkelijk dat het beeld van de Witte Engel, dat dat eigenlijk een beeld is dat pas na de Eerste Wereldoorlog ontstond. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden die verpleegsters vaak door de publieke opinie gepercipeerd als prostituees, als mannenverslindsters, als vrouwen die op zoek waren naar een man. Soms genezen, dikwijls verlichten, altijd troosten. Dat stond op het speldje van de Belgische verpleegsters. En die drievoudige opdracht hebben ze tijdens de Eerste Wereldoorlog ook effectief en ten volle waargemaakt.